Ik woon hier net. Ja, ja. En sinds net worden er ook allemaal spullen zijn er opeens kwijt. Ja, echt, hè? Ik kom hier. Ik kom hier wonen. Oh, dat is toch een beetje gek? Ja. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Toeval. Nieuws. Terrorburen. Bijna iedereen in Nederland heeft er last van. Maar achter mij is een man met zijn vuist door het raam van de buurman gegaan. Nadat hij al 150 meldingen op zijn kerfstok heeft van buren die last van deze man zouden hebben. Hij maakt ruzie met zijn vrouw, zorgt voor bloed in de gang en voor agressie in en rondom dit flatgebouw. Tijd voor Omroep Poont om aan de bel te trekken. Een hele goede dag. Goeiedag, hallo. Wat dapper van u dat u ons te woord durft te staan in deze flat. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ja, het aanspreekpunt voor deze buurman, die durft helaas niet op beeld. Dat is geadviseerd door de politie. Begrijpelijk. Waarom niet? Wat is er gebeurd? Nou, ik begrijp het wel. Als jij ruit ingeslagen wordt door iemand die het uiteindelijk ook nog gewoon niet toegeeft. Dat vind ik wel asociaal. Niet toegeven is een beetje moeilijk, want het staat haarfijn en haarscherp op beeld. Juist, zelfs op Dumpert is het geweest. Piso! Oh mijn god! Kerel! Wat doet hij? Hij punt! Ja, nu! Nee. Oh mijn god! Maar 150 klachten zijn er geweest bij de woningcorporatie? Ruim. De 2 jaar geleden heeft de rechter uitspraak gedaan dat het de laatste kans was van de man die hierboven woont. Dat klopt, zeker weten. Bent u ook zo geschrokken van wat er gebeurd is? Nee hoor. Waarom niet? Het is eigen schuld. Wat is eigen schuld? Mensen die elkaar lopen te zadden hier. Woont je goed voor z'n loon, ja. Er raken ook spullen kwijt in een ronde flat. Ja, dat klopt, ja. Ja, er is een fietsendiefstal geweest. Waarbij een scooter ontvreemd is, fietsen ontvreemd zijn en dat is allemaal op camera gezet. Kijk, ja, ik heb nog een kaartje. Ik weet het. Heb je nog die zwarte kaart die ik had klopt, hè? Nou, die hebben ze niet meer. Er is wel een onderzoek gaande, werd ons verteld. Maar er is een onderzoek gaande, jij weet toch precies wie er? Ja, hij staat heel erg op beeld. Gewoon recht op de camera. Op een gegeven moment zag je ze wegrijden met een hele auto vol. Herkende je de man? Ja, want ik heb later zelf nog een aanvaring gehad met hem. Hij heeft een petje op. Hij is vrij klein. Hij rookt. Ik vind hem vies. En heeft hij ook een partner? Ja, hij heeft ook een partner. Ja, zij is blond. Blond haar? Ja. We hadden daar een blonde dame gesproken. Dat zou kunnen, ik weet 2 etages hoog op nummer 79 met een kalende man ernaast. Ja, dat waren ze. Hij lokt iedereen uit, dus eigen schuld. Die onderbuurman? Ja. Waarom lokt die mensen uit? Nou, dat zie je toch, anders worden ze ramen er niet uitgekankerd. Nou, wij gaan even naar de 2e etage. Ik denk met gevaar voor eigen leven, maar even korte metten maken hier. Nou, ik wens jullie heel veel succes en bedankt voor het komen. Zo, daar gaan we. Wat lijkt het me hier toch? Ja, toch een raar om hier te wonen. Valt wel mee. Wat zegt u? Valt wel mee. Ja? Want u heeft geen overlast van de man hier? Nee. Hartstikke vriendelijk. U heeft niks gemerkt of zo? Ik ben bevriend met hem. Bevriend? Ja. Heeft u nog meer vrienden hier in de buurt? Nee, het zijn een beetje mensen die sarren. U heeft waarschijnlijk ook de filmpjes gezien in en rond de flat van de scooter en de fiets die... Het is ons eigen scooter en ons eigen fiets. Ja? Ja, dus ik snap deze en ik zit ook niet in de buurt app. Ja, die scooter en die fiets, die zijn natuurlijk weggehaald. Dat zijn jullie... Voor ruimte. Wat zegt u? Voor ruimte. Ja, want het is natuurlijk toch bijzonder. Alles staat daarvan op beeld. Mag. Het is toch niet gestolen? Ja, maar hoe kijkt u ernaar toch... Ja, misschien dat dat ook de reden is dat toch buren een beetje boos op u zijn. Dat interesseert me niet zoveel. Ik heb niks met hen te maken. Ja, maar die beelden zeggen natuurlijk wel sprekend wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand dan? Dat er ruimte wordt gemaakt. U heeft hier 1, 2, 3 camera's hangen. Ja. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, dat is nodig. Ja. Er worden dingen gestolen uit de tuin. Scooter is gestolen. Stond op de naam van mijn moeder. Dus zij is de eigenaresse ervan. Oké, nou ja, het is toch... Interessant dat zij dan zegt dat zij de eigenaresse is. Ja, interessant. Herkent u de scooter op beeld? Ja, op beelden van mijn buurman heb ik kunnen zien dat het mijn scooter was. En ook de kentekenplaat heb ik
bekeken. En ook die stond op naam van mijn moeder. Dus. Maar we zijn er naar de dame boven geweest. Die begint nu te bukken en niet meer mee te werken. Oh. Die zegt dat de scooter van haar vriend is of van haar. Ja, opmerkelijk. Laten we dat dan maar, hoe heet het? In theorie even de documenten erbij pakken. Nou, ik Tijna stond te lachen. Klaar nu. Ik vind het gewoon een onbegrijpelijk verhaal. Ja, ik ook. Ik woon hier net. Ja, ja. En sinds net worden er ook allemaal spullen zijn er opeens kwijt. Echt, hè? Ik kom hier. Ik kom hier wonen. Oh, dat is toch een beetje gek. Ja. Maar ja, het kan natuurlijk wel. Toeval. Ik bedoel, u bent onschuldig totdat de rechter heeft... Juist, hem. Ik ben een hele lieve vrouw. Ik ben zwanger. Ik doe niks verkeerds. Ook niet te veel drankjes drinken? Nee, joh. Andere dingen? Nee, joh. Gek. Baby in de buik. Baby in de buik. Dag, mevrouw. De buurman. De buurman die heeft de scootersleutel nog. Misschien is ze die verloren. Hier. Je bek houdt nou tegen. Mag ik op mijn balkon zitten of niet? We zouden graag duidelijkheid willen. Nee, dat zit er wel. Ik heb je net een woord gedaan, net ook. En nu is het klaar. Nu klaar. Maar kan er niet een kleine sorry naar uw buurman? Dit is de laatste keer dat ik je vraag, anders kom ik wel naar beneden. Maar mevrouw, kan er niet... Ik vraag jou nu om te stoppen om tegen mij te praten. Ben je doof? Wat je nu doet, wil jij je camera weghalen bij mij? Wil je je camera weghalen? Ja, ik begrijp dat dit moeilijk is en heeft u voor deze... Ja, heeft u door dit voorgeval, hier zijn uw sleutels... Ja. Heeft u daarvoor ook al die camera's plaatsen? Want u heeft er hier 3 staan. Ja, klopt. Ja, het zal nodig zijn. Ja, er komt nog meer bij. Ja. Nou, ik vind het toch wel, ik ben toch een beetje zenuwachtig. Want op beeld zag het er toch uit als een redelijk grote, imposante man. Nou wil ik niet zeggen dat ik ielig ben. Maar echte spieren heb ik ook niet. Dus wat dat betreft wordt het nog een... Hallo, wat een vraag. Nou, ik begrijp dat u nog een beetje natuurlijk, ja, het is, ik begrijp dat het vroeg is. De eigenaar die is nu niet thuis. Nee, maar wat, ja, bent u geschrokken van wat er gebeurd is? Jazeker, maar ik ga u daarover nu niet te woord staan. Kunt u vragen of uw eigenaar even naar de deur kan komen? Want we hoorden dat hij thuis, wat zegt u? Die is weg op dit moment. En bij deze ga ik ook niet meer zeggen door alle leugens. Nou, daar hebben we de 2 dames bij elkaar. Jongens, kom op nou. Ik heb een huis gevouwen nu. Dat is alleen maar ellende. Dames, jullie smeden samen plannetjes. Even, kom op nou. Wij smeden samen plannen. Nee, is tenminste iemand die ons normaal te woord kan staan en vergeleken de rest hier zo. Maar waarom kunnen jullie ons niet te woord staan? Wie is er? Volgens mij komt er voor de bewoner hier binnen, toch? Maar, ja, kom maar mevrouw. Hoe kent u de man die daar binnen woont? Het is mijn vriend, wie anders? Dat bedoel ik, mevrouw. U kunt toch iets meer ons erover vertellen? Denk je dat ik dat doe zonder waar hij bij is? Volgens mij was er ruzie tussen mijn vriend en de buurtbewoner beneden, waarvan de buurtbewoner beneden de geluidsfragmenten vanaf zijn stukje heeft weggehaald en alleen mijn vriend op het slechte beeld kon zetten. Ik hoop dat u het heel grappig vindt, ja. Ik ben normaal ook gewoon heel sociaal, maar ik vind het op een hele asociale manier gaan. Dus bij deze, ik ga je ook helemaal niks meer beantwoorden. Want dat is allemaal oh zo grappig. Dat is het niet. Ho, 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 ho.